In Brunsum Noord is het jeugdhonk heropend. Het onderkomen voor de jongeren in de wijk ging 2 jaar geleden dicht. En 3! Sindsdien bleek er toch behoefte te zijn aan een ontmoetingsplek voor jongeren. Onder toeziend oog van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk werd het eerder gesloten jeugdhonk door een groep jongeren opgeknapt. Het is nu elke vrijdagavond open voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar. Het jeugdhonk is ook de thuisbasis voor het succesvolle project Baron 045 van het CMWW. Daarin worden jongeren begeleid die tussen wal en schip dreigen te raken omdat ze niet meer op school zitten en ook geen werk hebben. Naast Noordzijd in Brunsum Noord telt Brunsum nog 2 jeugdhonken op andere plekken in de gemeente.